Welke motivatie zou ik vandaag de dag hebben uit mezelf om eerlijk te zijn tegen mensen als het in mijn nadeel werkt? En heel veel dingen snap ik ook gewoon niet. En dus ik ben op een gegeven moment ook wel gestopt met te snappen van het universum, hoe groot dat wel niet is. Mm-hmm. En hoe kan er eerst een God zijn en dat er niks is? En dan opeens is er een universum in die 6 dagen, 7 dagen. Dus eigenlijk heb ik heel veel niet kunnen begrijpen en dat geparkeerd. Maar ik kan ook niet de kern van het christelijke geloof begrijpen. Dus dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is, voor onze zonde gestorven is. Als ik dat niet geloof, dan geloof ik ook de kern van het christelijke geloof niet. Ja. Ik merk dat er claims worden gemaakt die nergens op gebaseerd zijn. An apple a day keeps the doctor away, weet je. Dat is een uitspraak dat klinkt heel krachtig. Mm-hmm. Maar is dat echt waar? En op welke manier houdt die appel je dan weg van de dokter? Mijn naam is Marco Bajic, ex-agnost. En vandaag ben ik hier met Hugo Bakker. Hallo. Hoi. Ik heb hem online leren kennen en hij gaat mij interviewen over wie en wat is God voor jou. Omdat ik merk bij mijn online, bij mijn reacties op mijn filmpjes, dat er vaak een miscommunicatie ontstaat. En omdat we niet dezelfde basis hebben, dat is natuurlijk logisch, van wie of wat God voor iemand is. Maar we zijn ook vaak niet geïnteresseerd, dat merk ik ook bij mezelf in gesprekken, van wacht eens even, wie is God dan voor jou? En dan beginnen we te praten en dan elk argument loopt gewoon langs elkaar en je bent helemaal niet aan het communiceren. Dus ik hoop met deze video voor jou, de kijker, om je krijgt een inzicht in hoe ik daarnaar kijk. Zodat je ook gemakkelijker met mensen erover kan communiceren, denk ik. Ja, ja, dus wie en wat is God voor jou, Marco? Ik ben zelf opgegroeid met de paplepel ingegoten. Mm-hmm. Dus christelijk opgevoed en op de zondagsschool en in de kerk en op school en thuis. Dus ja, er was eigenlijk geen andere waarheid dan dat mij werd verteld. Hoe was dat voor jou? Ik ben niet religieus opgevoed. Dus dat betekent dat we soms met kerst wel naar de kerk gingen, omdat mijn moeder katholiek is. En met paas ook wel eens. Maar mijn moeder die moest dan van haar moeder ook naar de kerk en daar had ze niet altijd zin in. Dus zij wilde haar kinderen, mij en mijn zus, de vrijheid geven om zelf te kiezen. Ja. En als je helemaal fast forward doet, hoe ben je uiteindelijk tot het geloof gekomen? Ja, helemaal fast forward is het moment in 2019 dat ik in het vliegtuig was vanuit Shanghai onderweg terug naar Nederland. En mijn vriend sliep terwijl ik naar de film Notebook keek, is een romans. En ik zag dat stel in die film ouder worden. En ook mezelf zag ik terug in die man. En dat ik dacht van, ik was toen een jaar bezig met zelfontwikkeling, zo eerlijk mogelijk worden. Ik dacht, hey, ik ben niet in alles even eerlijk en even trouw geweest. Dit voelt niet juist. Ik begon te huilen. Ik besefte dat daar in dat daar vliegtuig, in dat vliegtuig naar die film aan het kijken, ja. In je eentje zat jij te huilen. Ja. En mijn vriend sliep gelukkig. Hij heeft het niet in de gaten gehad. Nee. Dus toen ik terugkwam en Anastasia mij ophaalde, zei ik, hey, hier ben ik niet eerlijk over geweest. En ze geloofde het bijna niet. En toen vroeg ze naar de details en ik vertelde haar die. Ik vond het raar dat ze daarna vroeg, maar ja, het was alles of niks. Ik stond op dat moment op het punt om haar te verliezen. Op dat moment was het belangrijker dat ik eerlijk ben dan niet. En dat hebben we overwonnen samen. Mooi. En dat is mooi. En het heeft... wat gebeurde daarna? Dit was dat moment eigenlijk. Ja, maar was dat dan een soort van bekeermoment of was het meer een moment van ik ga eerlijk zijn tegen de wereld? Ja, dat. Het was een moment toen ik huilde. Ik wil niet meer andermans respect krijgen als dat ten koste gaat van mijn zelfrespect. Het klinkt nog een beetje... Filosofisch. Ja, dus ik begrijp, je zit in een vliegtuig, je ziet die film, maar er speelt iets tussen jou en je vriendin. En dan kom je tot besef. Maar dat is voor mij nog niet dat je tot geloof komt. Of mis ik daar nog een soort van stapje in? Ja, dat zeg je goed. Want met terugwerkende kracht besefte ik dat toen mijn God mijn hart had geraakt. Ah. Want, ja, ik bedoel... En hoe wist je dan dat het God was? Niet ja. Islam of iets andere ja. Religie? En dat kwam later. Dus je wist eigenlijk nog niet precies wat het dan was? Nee, ik kan nu vertellen dat dat zo was. Ja. Omdat, welke motivatie zou ik vandaag de dag hebben uit mezelf
om eerlijk te zijn tegen mensen als in mijn nadeel werk. En dat. Ja. Jij hebt zoveel wijsheid voor, nou ja, je bent ook niet meer heel jong, maar 29 jaar. Ja, 19. Waar heb je al die wijsheid, zeg maar, opgedaan? Heb je omstandigheden of wat krijg je mee van je ouders? Hoe zou je dat omschrijven? En dan ook, ja, dat je dan toch ook bij God terechtgekomen bent. Ik denk veel na, denk ik. En ook van de mensen om mij heen heb ik die wijsheid opgedaan. En wanneer iemand iets vertelt, dan doe ik mijn best te luisteren en te begrijpen. En ik ben gewoon die persoon in de vriendengroep waar mensen graag tegen praten. Mm-hmm. En dan hoor ik al die verschillende verhalen. En ook over religie speelde wel een rol in mijn leven, alhoewel ik niet religieus ben opgevoed. Want mijn ouders zeiden van, laat iedereen in hun waarde, weet je wel. Hou geloof voor jezelf. Nou, nu doe ik dat online natuurlijk niet. Maar dat is ook iets van de oude stempel. Want ik besefte ook van, als ik zo eerlijk werd naar mezelf toe, hoe eerlijk zijn mensen naar hunzelf eigenlijk. Want als iemand zegt, dring je geloofsovertuigingen ander niet op, doen ze die overtuigingen een ander opdringen. En ik hoorde heel vaak, er bestaat geen waarheid. En ik geloofde dat, omdat het aantrekkelijk klonk. En ik ben mooi nederig van, hè, je kan als mens het niet weten, dat ex-agnostisch zijn. Maar op welke basis zeg jij wat jij zegt? Ik ontdekte gewoon dat ik mezelf heel lang aan het bullshitten was in mijn leven op dat moment. En anderen dat ook doen. En in mijn werk ging ik dan interviews doen. En dan kwam ik sneller tot de kern. Dus heel veel door naar andere mensen te luisteren. En ook zelf wat dingen mee te maken. En wat wil je nou precies de kijker uitleggen over God en dus dat je soms die miscommunicatie hebt met de kijker, de luisteraar. Ja. Ik heb een leuk gesprek met een Marokkaanse jongen uit Antwerpen. Hij is moslim. Via Instagram DM. Dat is echt leuk. En ik had een video gemaakt over, want daar heb ik ook achtergrond in islam. Ik had een video gemaakt over dat God in het christendom en in islam anders is. En dan vertelde ik, in islam heeft Allah 99 namen, karakteristieken, hoe je het ook wil noemen. Eentje is Al-Ghafar, dat is de meest vergevingsgezinde bijvoorbeeld. Dat zijn zijn kwaliteiten. Mm-hmm. In het christendom heeft de God geen 99 namen, wat ik heb onderzocht. Maar bijvoorbeeld drie manieren van zichzelf manifesteren. Je hebt de Vader, je hebt de Zoon, je hebt de Heilige Geest. Mm-hmm. En daar had ik het dan daarover. En toen zei die Marokkaanse jongen van, weet je wel wat sheikh betekent? Ik legde het uit en hij zei, nou dit is eigenlijk betekent dit het. En hij zei, het betekent een afgod aanbidden. Dus zeg maar een zonde die je in islam niet mag plegen is afgod aanbidden. Ja. Toen zei ik, hé, we christenen hebben dat ook. Ja. En waar de miscommunicatie ontstaat is, in het christendom is voor vele christenen Jezus ook God. Er is een tekst dat zegt, in de onzichtbare God wordt zich in de persoon Christus wordt de onzichtbare God zichtbaar. Mm-hmm. Dat is voor mij als christen een bevestiging. Dus Jezus is ook bijvoorbeeld God. Maar een moslim die kan en mag dat niet geloven, want dan pleeg je de ergste zonde, shirk. Maar als een moslim zou vragen van, en met hem heb ik echt goede gesprekken, wie is voor jou God? En ik zeg, Jezus ook. Dan zouden ze het niet raar vinden dat we hem aanbidden. En zou het geen shirk en afgoderij zijn. Snap je wat ik zeg? Mm-hmm. Dus de definities bepalen en vanuit daarin gesprek gaan en gewoon willen weten hoe denkt het ander. In plaats van mijn geloof zegt dat jij het niet juist hebt en dat is natuurlijk ook zo. Maar toch die andere hoek opzoeken. Mm-hmm. En wat hoop je dat iemand die nu kijkt, dat die meeneemt? Ja. Ja. Dus ik ben blij dat je een beetje vraagt naar mijn achtergrondverhaal. En wat ik niet heb verteld is hoe ik dan tot het christendom ben gekomen, maar dit is ook niet een... Ja, dat was inderdaad... Ja, dit is ook niet een video waarin ik dat wil vertellen. Maar wel het moment van bekering in mijn hart. Dat ik, en daar is ook een tekst over, dat ik besneden wilde worden in mijn hart. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Mm-hmm. Gewoon wilde veranderen. Mijn oude leven achterlaten. God vervangt je hart van steen door een hart van vlees. Ik krijg het gevoel, je gaat eerlijker willen leven. Dat was het voor mij. Ja. En wat ik de kijker wil meegeven is dat voorbeeld van net. Als iemand ook bijvoorbeeld zegt van het universum of God of Allah, het maakt niet uit hoe je God noemt. Dat je dan eerlijk aan die persoon vraagt van, zou je het universum niet universum noemen, maar Allah? En als ze dan zeggen ja, nou, dan zijn ze eerlijk in hun normen en waarden, wat zij geloven over wat God is. Mm-hmm. Ja. Dat het niet uitmaakt welke naam je hem geeft. En dat is een beetje... Dat doortrekken van het verhaal, zo eerlijk mogelijk willen leven, dacht ik, ja, maar
ik kan niet zo eerlijk mogelijk leven en dan de ander maar laten lullen. En ik wil ook checken, probeert de ander ook eerlijk te zijn bij mij. En ik snap dat we geconditioneerd zijn om dat soms onbewust niet te zijn. Ik nog steeds ook. Dus daarover eerlijk in gesprek gaan. Gewoon geen nonsens. Maar als ik bijvoorbeeld, als iemand een beeld heeft van dat God een man in de lucht op een troon is. En dat die al het slechte kan voorkomen. Dan geeft die God de schuld van dat de slechtheid in de wereld is. Dus oké, wie is God voor jou? Wat is God voor jou? Maar hoe zou God volgens jou moeten werken dan? Zou die al het kwaad moeten stoppen? En waarom vind jij dat hij al het kwaad zou moeten stoppen? Want mijn neef die had een vriend verloren. En die zegt, ja, waarom stond God dat toe? Nou, dan is het beeld van diegene, vul ik nu in, dat God iemand is die slecht moet voorkomen. En dan werkt het ook niet. Toen zat ik in een christelijke sect en toen riep ik, maar hey, de duivel bestaat ook. Hè? Want dan ben je niet tegen een persoon, dat was mijn fout. Ik praatte niet tegen de persoon, mijn neef. Maar ik was theologisch aan het praten. En als je theologisch tegen elkaar gaat vechten, als het ware, niet eens sparren, maar echt gewoon tegen elkaar gaat. Een mens heeft het nodig om gehoord te worden. Dus daarom is het wel eerst nodig om te kijken, hoe denkt iemand erover en waarop baseert diegene dat? Want hoe denkt iemand erover en waarop baseert diegene dat? Want ik merk dat er claims worden gemaakt die nergens op gebaseerd zijn. Soms, an apple a day keeps the doctor away, weet je. Dat is een uitspraak, dat klinkt heel krachtig. Mm-hmm. Maar is dat echt waar? En op welke manier houdt die appel je dan weg van de dokter? En welke vitamines zitten erin dan? En hoe past dat dan bij jouw lichaam? En jouw dieet en leefstijl? Dus je echt afvragen, waarheden die mij zijn aangeleerd, zijn ze eigenlijk leugens in vermomming van waarheid? Dat speelt er een beetje in mijn hoofd, nu merk ik. Oké. Ja, wat zou je willen dat ik nu vraag om mee te kunnen geven? Nou, ik denk dat het gesprek daarvoor zorgt of niet. Dus als je denkt van, Marco, ik volg niet wat je zegt, laat dan weten. Of ik volg wel wat je zegt, laat dan ook weten. En we begonnen met de insteek, wie is God voor jou? En dat ik een miscommunicatie wilde voorkomen. Nou, dat is ook door misschien aan jou te vragen, wie is God voor jou? Ja. Want ik wil niet invullen, dit wil ik erbij zeggen. Terwijl je erover nadenkt. Nou, voor mij is God eigenlijk een combinatie van wat mij met de paplepel is ingegoten. Dus vanuit het christelijke, van het Nederlands hervormde. En wat ik er zelf van gemaakt heb. Mm-hmm. Omdat ik ergens, toen ik zat ooit op de PABO, dus ik leerde leraar basisonderwijs worden. En het was de godsdienstleraar, die gaf een stuk of 6 lessen over Jona en de vis. Mm-hmm. En hij zei, ja, maar dat is niet gebeurd. Dus ik dacht, weet je, het is met mij in de paplepel ingegoten dat wel gebeurd is. En hij zei, nee, dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Het is een symbolisch verhaal. En toen ging ik nadenken, dacht ik, ja, misschien zit daar wel wat in. Mm. En dus ik heb nu eigenlijk een soort van ondeugend mijn eigen waarheden erop losgelaten. En heel veel dingen snap ik ook gewoon niet. Mm. En dus ik ben op een gegeven moment ook wel gestopt met te snappen van het universum, hoe groot dat wel niet is. Mm-hmm. En hoe kan er eerst een God zijn en dat er niks is. En dan opeens is er een universum in die 6 dagen, 7 dagen... Dus eigenlijk heb ik heel veel niet kunnen begrijpen en dat geparkeerd. Maar ik kan ook niet de kern van het christelijke geloof begrijpen. Dus dat de Heer Jezus naar de aarde gekomen is, voor onze zonde gestorven is. Als ik dat niet geloof, dan geloof ik ook de kern van het christelijke geloof niet. Ja. En dus daar worstel ik mee. Dus terug op wat is dan God voor mij. God is volgens mij goedheid. En als je elkaar in de ogen kijkt, als je elkaar echt diep in de ogen kijkt, dan kan je eigenlijk niet ontkennen dat er iets is wat groter is dan wij zelf. En toen hebben ze dus duizenden jaren geleden daar een boek over geschreven. En een beetje later kwam daar nog een ander boek over. Mm-hmm. En dus toen hebben we opeens allemaal verschillende religies. Mm-hmm. Maar ik denk in de kern dat we allemaal wel geloven dus in iets hogers. En dat ons rationele brein daar dan een religie van heeft gemaakt. Mm-hmm. Ja. En dan stap ik misschien wel heel erg ver af van de christelijke overtuigingen. Maar dat is die mix voor mij, de paplepel en mijn eigen eerlijke bedenken daarover. Ja. Want nu kan ik met jou in gesprek, want ik kan niet met jou in gesprek, dat wilde ik net zeggen. Als ik denk, jij bent christen, dus je gaat naar de kerk, dus je gelooft dit, je gelooft dat en dat, weet je. Ja.
over de Bijbel, over Jezus. Want dan ben ik dus, dan zit ik dus op een bepaalde oordelende stoel. Ja. Ik heb ook losgelaten dat ik nu naar een kerkgebouw toe moet gaan om daar mijn geloof te beleven. Mm-hmm. Of dat ik elke zondag een video moet kijken, dat ik thuis als het ware een kerkdienst volg. Dat heb ik losgelaten. Mm-hmm. Volgens mij hoeft dat niet zo. Ik denk wel dat het versterkend kan werken. Mm-hmm. Maar ik merk bij mezelf dat ik op dit moment juist niet die behoefte heb om juist in een, ik noem het maar even, clubje mensen die dus ook een bepaalde overtuiging, gemiddelde overtuiging heeft, waar ik dan weer net niet in pas. Ja. Waar ik dan vaak bot met mensen. Dus als ik dus mijn eigen eerlijke denken loslaat. En ze zeggen, nee joh, maar de aarde bestaat 6000 jaar. En dan zeg ik, hè, denk even na, weet je wel. Ja. En dan dus dat krijg je dus binnen het christelijke gemeenschap. Binnen elke gemeenschap van mensen heb je dus die verschillen van meningen. Ja. En ik wil dat niet opzoeken eigenlijk. Ik word daar niet blij van. Nee. Mooi dus dat je dat deelt. En dat is ook wat ik de kijker wil meegeven. Ik wil Hugo begrijpen hoe hij in het christendom staat. En dat mag anders zijn dan ik. Ja. Want uiteindelijk is er, geloof ik, één rechter en die bepaalt. En ik weet niet wat er in Hugo's hart schuilt. Er staat mensen kijken naar andermans uiterlijk, de daden. En God kijkt naar je hart. Dus ik heb niet de autoriteit om te oordelen, zeg maar. Nee. Maar dat komt, wordt wel heel veel gedaan. Maar dat komt omdat ik ook kijk naar teksten zoals met dezelfde maatstaf waarmee jij een ander oordeel, zou jij geoordeeld worden. Of hoe verwacht je dat je Hemelse Vader jou vergeeft als jij een ander niet vergeeft? Ja. Dus ik zit meer op de morele kant van theologie, dat interesseert mij. En ik ben niet gesprekken aan het voeren over de aarde en dit, dat. Dat mag je helemaal geloven, want ik bedoel, uiteindelijk is geloof een keus, geloof ik. En om alleen maar te geloven, om dan bij dat groepje te horen, dat vind ik zwak geloof. Ja. Ja. En misschien merk jij dat ook wel, misschien nog veel meer, en daarom ook deze video, maar ik heb ook zo wat volgers, een beetje, niet zoveel als jij, maar in ieder geval ook klanten die dan contact opnemen met mij vanuit een bepaalde zorg, van ja, ik zie jou dit doen, maar dat is occult. Of ik zie jou dat doen, en je mengt je in met dingen waar je niet mee bezig moet zijn. En daar word ik wel eens een beetje moe van. Dan denk ik, ja, maak je niet zo druk. Ik heb dat wel overwogen gedaan. Als yoga al occult is. Ja. Dat gaat mij dan yoga in de zin van gewoon ontspanningsoefeningen doen. Dus ik word daar wel eens een beetje lastig. Maar ook gooi de steen, zegt Jezus, als je nog nooit gezondigd hebt. Dus weet je wel, oordeel een ander als je nog nooit gezondigd hebt. En dan denk ik, die ander doet dus niks occultisch. Onbewust niet. Dat probeer ik dan terug te geven, maar ieder met zijn denkbeeld over de religie kijkt hij naar wat ik doe en wat ik vind en denk en uitspreek. Ja. En die oordeelt eigenlijk van Hugo, jij doet dingen waar ik me zorgen over maak of waar jij jezelf zorgen over zou moeten maken. En dan vanuit een bepaalde zorg delen ze dat ook. En dat is allemaal goed bedoeld, maar ik zit er niet echt op te wachten. Nee, in plaats van dat diegene je probeert te begrijpen en het daarbij houdt, bijzonder. Ja, ja. Vind dat, het verhaal van Jezus sterft voor je zonde, ik heb daar een beeld bij, die zou ik met je willen delen als je dat goed vindt. Maar waarom zou een God die tegelijkertijd ook zijn zoon is, want de Vader en Hij zijn één in Johannes 10 vers 30, dus eigenlijk geeft God zijn leven voor jou en dat kan alleen via een menselijk lichaam, iets van vlees. Ik ging dat onderzoeken, want het lijkt heel raar. Waarom als God machtig is, heeft het een offer nodig? En toen ging ik onderzoeken. Hoi, goeiedag. Ik zit heel, heel zachtjes te doen, mijn vrouw. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, hey, hoe gaat ie? Ja. Ja, we zijn het opnemen. Ja, we zijn het filmen. Ik hoop dat je het niet erg vindt, dat je er even opstaat. Vind je dat oké? Ja, je gaat viraal. Ja, oké. Okay. Ja, dat is oké. Nee, het is niet erg. Dat hoort erbij. Nee, jij kwam gewoon het beeld inlopen. Oh nee, dat zag ik niet. Dus zeg maar, hoe ik dat verhaal ging ontdekken van waarom Jezus zijn leven geven voor de mens. Wat betekent dat dan? Het heeft ook iets te maken met die regels. Dus God heeft regels gemaakt in de harten en geweten van mensen geplant. Van dit is goed, dat is slecht. Ja. Om te weten wat juist en onjuist is. Los van omstandigheden, uitzonderingen.
Maar dat is ook de muur en de kloof tussen de verbinding tussen mens en God. Want er zijn 613 regels in de Bijbel en geen mens, God heeft dat gezien, houdt zich eraan. Toen dacht ik, oh ja, ik moest denken aan mezelf, met die prestatiedruk erop, mezelf regels opleggen, ook in mijn leven met ondernemen en alles. Oh, oké, nou, God snapt dat onmogelijk is voor de mens. Dus toen dacht ik, waarom geef je dan de mens een challenge die hij niet aan kan? Dan vervloek je de mens. Dus het is wel dat door die regels die mensen nooit 100% kunnen volgen, een mens automatisch vervloekt is, want je leeft niet perfect. Wat zag hij dan als oplossing? Om de muur tussen de mens en God af te breken, zou niet meer regels waar je aan moest houden, die er wel gezegd moesten worden, de weg naar God zijn, maar het geloof in Jezus Christus als jouw redder. En de verbinding herstellen met God. En dat had ik dan als gelezen in Colossens of Corinthians, weet ik ook niet meer. Toen dacht ik, oh ja, dus God heeft dus een probleem veroorzaakt, die lost hij zelf op. Nou, daar heb ik wel respect voor. En dat dat op die manier gebeurt, dan kan je dan ook gaan onderzoeken. Maar dan ben ik wel blij, maar dan denk ik ook niet van, ja, dan ga ik toch maar foute dingen doen als Jezus toch zijn leven voor mij heeft gegeven. Want dan is het meer van, ik mag gewoon op vertrouwen dat. En dat staat er ook nog in. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door zich aan de wet te houden. Dus iemand zegt, hé, je bent occult bezig. Oké, nou als ik goed bezig zou zijn, zou ik het dan met God in orde maken? Ja, weet je, dus ik snap als iemand, dat was voor mij, ik dacht dat ik het met God in orde kon maken. Door 6-7 dagen in de week toen ik in een secte zat, mijn best te doen voor hem. Maar dat is een narcist. Dienstliefde verdien je alleen als je bepaalde prestatie verricht. Ja. En als het goed is, is God geen narcist. Dus ik ben blij dat ik mijn rust daarom vind in mijn geloof in Jezus Christus als redder. Amen. Amen, ja. Ja. En weet je, ik snap ook dat de ander kan oordelen, ja. 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 Dat gebeurt. Ja. Wat vond jij van dit gesprek? Mooi. Ja. Nogmaals. Veel wijsheid. Je hebt al de Bijbelteksten en alles beter op rijtje dan ik. Ja, maar het is ook niet de kennis die je redt. Dus dat was ook in die secte. Daarom is dat ook een beetje bijgebleven. Oh, oké. Okay. Het is, daar was het geopenbaard woord van God. En elk andere kerk was Babylon en had dat niet. Dus zonder dat ze dat zeiden, werd het woord kennen, zoals zij dat jou met de paplepel ingoten, werd je redding. Dus ook al ken ik dingen, dat betekent nog niks. Nee, maar het is wel bijgebleven in ieder geval. Ja, ja. En ook op het internet. Het is zo makkelijk om te zeggen, je moet niet liegen, je moet niet porno kijken, je moet sporten. Iedereen kan, net zoals God de mensen regels heeft opgelegd. Daarom zijn we in zijn evenbeeld gemaakt, die ook een ander opleggen. Maar regels op zich doen niks. Het is, wat heb je de diepste in je hart besloten? En voor mij draait het geloof in het christendom, Jezus Christus, om wie wil je zijn, in plaats van welke regel moet je volgen. Want de regel volgen, ik bedoel, een moordenaar kan ook lief doen, ik zeg maar iets, terwijl die stout bedoelt. Ja, en ik kan ook een masker opzetten, terwijl ik het anders bedoel. Dus mijn handeling kan vals zijn, terwijl die voor de buitenwereld goed lijkt. Omdat ik dingen deel over christendom online, ben ik goed? Nee. Ik wil niet dat mensen elkaar goed vinden aan de hand van een label. Dan gaat het er mist in. Ja. Nee, maar je hebt wel de intentie om goed te doen. Daarom ook deze video van je wil in gesprek met mensen. Je wil laten zien hoe je erover denkt. Ja. En dat je eerlijke vent bent. Ja, ik doe mijn best. Ja. Ja. Ik doe mijn best. En dus een ander willen begrijpen. Ik zei tegen Anastasia, we kunnen kennis hebben, maar als je niet kan communiceren, dan lijkt je gewoon arrogante lul. En wat is communicatie? Nou, het is aan iedereen om zijn eigen stijl uit te vogelen. Sommigen die zijn wat dominant in gesprek, is oké. Anderen zijn wel stilletjes, iedereen heeft zijn stijl, stellen meer vragen. Ja. Ja. Dus kennis is niet macht als je het misbruikt of denkt dat je daardoor beter bent dan anderen. Ik denk dat ik dan het verhaal verkeerd zou hebben begrepen. Oh, ik snap God, dus en jij niet? Haha. Tuurlijk. Nee. Ik snap niet hoe een ware gelovige persoon zo kan denken. En iedereen heeft zijn tijd en momenten, maar dat was het een beetje. Wil je nog iets toevoegen? Nee, niks. Mooi. Nou, laat weten wat je ervan vond. Dankjewel. Wat God voor jou betekent. Yes.